Hallo, ik ben Thomas en je kijkt naar Fiets voor de Shop Verteld. We gaan het vandaag hebben over de actieradius van de elektrische fietsen. Wat betekent eigenlijk de actieradius? Dat is de afstand die u kunt fietsen op een volle accu van de elektrische fiets. De actieradius heeft te maken met het type motor wat u heeft en de capaciteit van de accu. De capaciteit van de accu wordt in wattenuren uitgedragen. En hoe groter die is, hoe hoger, hoe meer actieradius u heeft. Dus hoe meer kilometers u zou kunnen fietsen op een accu. Bij ons op de website kunt u in de specificaties alles vinden over de accu. Welke afstand u hiermee zou kunnen fietsen, wel in de schatting. En ook de accukeuzes. Er zijn natuurlijk verschillende accu's, van 300 naar 400 en 500 wattuur. Bent u van plan om langere stukken te gaan fietsen, raden wij u aan om een grotere accu te nemen. Op de meeste displays kunt u aflezen hoeveel afstand u nog zou kunnen afleggen op de resterende batterij. Mocht deze uiteindelijk toch leeg zijn, kunt u natuurlijk gewoon verder fietsen. Maar dan wordt het wel een stukje zwaarder. De actieradius die aangegeven wordt, is een schatting van de hoeveelheid kilometers die u kunt maken. Dit heeft met verschillende dingen te maken. Type motor, weersomstandigheden, landschap, bandenspanning en ons gewicht. Wil je nog meer weten over de actieradius? Ben je van harte welkom in een van onze winkels voor deskundig advies.